Ja, Bjorn Joska van Groen is komen aanschuiven. Dag, meneer Joska. Ja, op een informele top in Roemenië leggen 9 Europese staats- en regeringsleiders, onder wie premier Michel, een nota op tafel. Ze pleiten daarin voor een klimaatneutraal Europa 2050. En de minister-president die is boos, want hij is niet gecontacteerd. Nu, je zou kunnen zeggen, het is maar een nota. En de reactie van Bourgeois is dan ook vooral symbolisch in verkiezingstijden. Dus waar maken wij ons nu druk om? Ja, dat vroeg ik mij eigenlijk ook af. Waarom je komt wel tussen, hè? Ja, ik kom tussen, omdat ik vraag mij af waarom hij remt. Dus daarom ben ik tussengekomen. Omdat hij zegt daarnet ook van, ja, daar staan zeer veel goede dingen in. En we wouden zelfs in Vlaanderen nog een pak verder gaan. Ja, dan vraag ik mij af waarom hij eigenlijk op die manier het standpunt van België vanuit Vlaanderen weer remt. En dat is niet de eerste keer. Ik hoor hem nogthans argumenten op tafel leggen die ik enkele maanden geleden ook al eens gehoord heb toen op een Europese top de energiedoelstellingen van de Europese Unie verscherpt werden en België nee had gestemd. En de argumenten die toen werden op tafel gelegd van kijk, je kan zo ambitieus zijn als je wil, als je niet kan betalen, als je niet kan verwezenlijken, dan zijn die argumenten, die doelstellingen niks waard. Ik hoor dat opnieuw. Hij is consequent. Ja, hij is consequent in zijn, in mijn ogen, in zijn saboteursrol. Om de heel eenvoudige reden, wij hebben hier met dit parlement, en niet enkel dit parlement, maar ook alle andere parlementen, hebben wij samen een klimaatresolutie gemaakt, waar een mandaat wordt gegeven aan alle regeringen van dit land om ambitieuzer te zijn. En we stellen alleen maar vast dat dat in de andere gewesten geen enkel probleem is, op federaal niveau ook niet, maar dat Vlaanderen altijd op de rem staat. En dus ik vind dat vreemd. Geert Bourgeois zit ook in een wereld waarbij ecologie en economie en meer aandacht voor klimaat voortdurend afzet tegen economie. Ik begrijp daar niks van, want ja, wij zijn volop in campagnetijd. Ik krijg heel wat bedrijfsleiders te spreken die net een opportuniteit zien. En die ik hoor hem wel zeggen, een bedrijf als ArcelorMittal doet heel veel inspanningen. Als we te streng zijn, zijn ze weg. En daar is het klimaat niks mee gebaat natuurlijk, want dat is een mondiaal probleem. Hè. Als ze minder goed gaan produceren in pakweg China of India, dan is het klimaat de verliezer. Helemaal terecht, maar dan vind ik het zeer vreemd dat Geert Bourgeois de interviews niet leest met de top van ArcelorMittal. Die hebben een paar weken geleden een interview gegeven in de Standaard, waarbij de topman ook zei van wij kunnen naar klimaatneutraliteit gaan, op voorwaarde dat je natuurlijk de Europese markt beschermt. En daar zijn we voorstander van. Ook andere partijen zijn er voorstander van om via eigenlijk een koolstofheffing aan de buitengrenzen ervoor te zorgen dat inderdaad goedkoop Chinees staal niet gedumpt wordt op de Europese markt en op die manier bedrijven als ArcelorMittal onder druk zetten. Maar ik kijk naar de opportuniteiten en ik stel alleen maar vast dat Geert Bourgeois, het gaat over klimaat, zeer snel in angstscenario's zit en eigenlijk meer angst zaait in plaats van zijn schouders te zetten onder een ambitieus klimaatbeleid. Althans, een getal als 2,3 miljoen huizen in ons land die eigenlijk niet meer op te waarderen zijn tot een klimaatneutraal huis, die moeten afgebroken worden. Ja, dat zijn wel cijfers die daar liggen en hij verwijt u dan dat u dat niet berekent, wat dat dan kost om die te vervangen. Ik vind het grappig, want het was een ambitie van deze Vlaamse regering om volop in te zetten op energierenovatie. Dat is mislukt en oké, we hebben in ons programma eigenlijk daar ook wel, en niet enkel wij, maar ook andere partijen, oplossingen op zitten. En bovendien, ik vind het een beetje merkwaardig dat dat Geert Bourgeois voortdurend terugkeert naar, in mijn ogen, een angstscenario. Waarom? Ik zal het u uitleggen. Klimaatneutraliteit betekent geen nul uitstoot. Dat betekent netto nul. We gaan niet naar een wereld kunnen gaan of een samenleving waar geen uitstoot meer is. Maar uitstoot moet netto, wel gecompenseerd worden. Voilà, netto zal het wel nul moeten zijn. En dus ik zie vooral de opportuniteiten zitten, ook op vlak van energierenovatie. Daar heeft deze Vlaamse regering altijd een prioriteit van gemaakt. Is wat blijven hangen. Ik vind het vreemd dat hij nu dergelijke uitspraken doet. Ik vind het vooral angstzaaierij. En heeft hij geen punt als hij zegt dat de regering in lopende zaken, de federale bedoelt hij dan, geen bindende afspraken kan maken zonder op zijn minst de deelstaten te raadplegen? In mijn ogen, als een parlement een mandaat geeft aan een regering, niet enkel in het Vlaams parlement, maar dat is in alle parlementen van dit land gebeurd, als daar een zeer duidelijk mandaat in zit om meer klimaatambitieus te zijn, om op Europees vlak in de kop te rijden van het peloton, dan heeft Charles Michel zich perfect binnen dat mandaat begeven. Oké, bedankt voor deze toelichting. Bjorn Joska van Groen, blijf nog even bij ons, beste kijker. Want we gaan het ook hebben over de mogelijke komst van een eerste islamschool in Vlaanderen, in Genk. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.